Hallo, mijn naam is Guido Heesen en ik wil het graag hebben over hoe je concreet kan werken om de vlogheid van je medewerkers omhoog te krijgen. Dat is wat vaak gevraagd wordt aan me van, het is heel mooi dat begrip bevlogenheid en dat bevlogen medewerkers meer waarde leveren voor de organisatie, omdat de organisatie daarmee innovatiever, creatiever en klantgerichter wordt. Maar hoe ga ik er nou heel concreet mee om? Wat zijn nou echt eerste stappen die je goed kan nemen? Dat zijn er eigenlijk verschillende. Het allerbelangrijkste is, heeft het eigenlijk te maken met het in de kracht zetten van je medewerkers. Het empoweren van je medewerkers en het serieus nemen van je medewerkers. Een belangrijke eerste stap is om aan medewerkers zelf te vragen wat er handiger, slimmer, sneller, soepeler, beter en klantgerichter kan. En dat kan op een heel klein schalig niveau kan dat beginnen door gewoon medewerkers mee te laten nadenken over bepaalde inrichtingsvraagstukken of bepaalde klantgerichtheidsvraagstukken of hoe kunnen we de snelheid van onze dienstverlening verbeteren of hoe kunnen we klanten nog blijer maken of aan bijvoorbeeld mensen van een helpdesk vragen van goh, wat zou de organisatie kunnen doen zodat jullie minder telefoontjes binnenkrijgen. Nou, dat zijn allemaal zaken waar medewerkers echt wel kijk op hebben, waar ze echt wel ideeën bij hebben en waar ze ontzettend blij van worden op het moment dat het aan ze gevraagd wordt. Want dan kunnen ze het kwijt en ze hebben het idee dat ze de organisatie echt vooruit helpen. Dus het leidt aan de ene kant tot besparing voor de organisatie of voor verbetering van de dienstverlening en aan de andere kant voor bevlogenheid van je medewerkers. Nou, een andere belangrijke iets wat je kan doen is toch energielekken opsporen. Want in elke organisatie gaat er wel eens energie verloren aan teams die niet lekker functioneren of medewerkers die niet lekker lopen met hun leidinggevende of onderling afdelingen die niet lekker met elkaar door één deur kunnen. En het is zaak om op een goede manier in kaart te brengen hoe dat zit in je organisatie. En niet alleen maar uit te gaan van geruchten of de persoon met de grootste mond, maar dat aan alle medewerkers te vragen en dan te kijken van waar je concreet kan oplossen. Wat ook belangrijk is om medewerkers te stimuleren om beter te worden in hun vak. Wat vaak binnen organisaties gebeurt, is dat medewerkers een soort vooruitzicht hebben van goh, wil ik groeien als mens of als organisatie functioneel of in mijn carrière groeien, dan is er eigenlijk maar één stap mogelijk en dat is van medewerker naar manager. En organisaties die hier op een betere manier mee omgaan, die zorgen dat medewerkers ook kunnen groeien van medewerker naar specialist en van specialist naar superspecialist. Dus steeds een stukje beter worden in je vak. Medewerkers vinden dat mooi. Het levert ook op voor de organisatie. En natuurlijk worden de medewerkers wat duurder. Maar hun bevlogenheid neemt ook enorm veel toe. En het betaalt zich echt uit. Nou, dat zijn drie concrete voorbeelden. Drie concrete zaken die je kunt oppakken. De sociale innovatie. Energielekken oplossen. En het laten ontwikkelen van medewerker naar specialist. Die je eigenlijk nu al kan aanpakken. En waarvan ik zeker weet dat het een enorm positief effect heeft op de bevlogenheid van je mensen.